Welkom op mijn kanaal, mijn naam is Blubberfreak en ik neem jullie mee in de wonderenwereld van glitchen in GTA 5. Wat gaan we doen? We gaan een modded adventure gaan we ontvangen van onze vriend. Dat doen we in een invite only, daar gaan we samen in zitten en we moeten in een party zitten samen. Oké, de ontvanger heeft dus een gewone adventure, hè? Dat zie je. Helemaal niks zit erop, helemaal niks bijzonders. En de vriend die heeft een modded adventure en die nodigt je uit via zijn interactiemenu naar zijn facility. Oké, de ontvanger van de modded adventure die krijgt deze melding. Op dat moment opent hij zijn telefoon en hij accepteert de melding voor de invite van de facility. Als hij dan aankomt in de facility van zijn vriend, dan gaan we de glitch gaan we eigenlijk beginnen. Oké, je bent aangekomen bij je vriend in de facility, dus ik ga ze vanaf nu de gever en de ontvanger noemen. De ontvanger, dat ben jij dus, die opent zijn telefoon en gaat een quick job opstarten, arm wrestling. Dus je doet gewoon een quick job opstarten in je telefoon. De vriend die krijgt op dat moment een melding dat hij die quick job krijgt. En op het moment dat hij eigenlijk die melding krijgt, loopt hij dus naar de blauwe cirkel toe. Dan krijgt hij een melding enter alone with nearby friends. Wat hij dan doet is, daar blijft hij op staan. Dus daar doe je eigenlijk helemaal niks mee. Dan druk je op je PlayStation menu. En dan ga je naar de party. En in de party join je je vriend in de sessie. Dus je drukt op joinen. En vervolgens krijg je deze melding. En die laat je 2 seconden staan en accepteer je hem. Dan krijg je een tweede melding en daar ga je op X spammen. En als je op X spamt, dan kunnen er 2 dingen gebeuren. Of je belandt gewoon weer in je facility en dan is de glitch in 1 keer gelukt. Of je krijgt een zwart loadingscherm. Nou, dan ga je even naar een community en dan join je even iemand in een andere targeting mode. En als je die hebt gehad, nou ja, dan krijg je dus de eerste melding, die accepteer je. En de tweede melding, ja, die cancel je. Oké, als je dat hebt gedaan, dan kun je weer vrij rondlopen. Nou, en dan schakelen we dus even weer over naar de ontvanger. Die opent zijn telefoon en die quit de quick job. Dat is gewoon zo. Dan doet hij zijn optiesmenu open, gaat naar online en hij gaat naar creator. Op het moment dat jij omhoog gaat, dan kom je dus in creator. Dat betekent dat jij eigenlijk niet meer in die sessie zit. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Nou, dus je wacht op dit beeld, dat je dus eigenlijk dit beeld krijgt, dat je in de creator zit. Dan zeg je tegen je vriend, hey, ik zit op dit moment in de creator, dus hier blijf ik even op je wachten. Nou, dan gaan we weer terugschakelen naar de vriend. Oké, de gever, die ziet dus, die krijgt dus een melding, hier links, zo direct, dat hij geleft is, dat jij geleft bent. Op dat moment gaat je vriend, gaat dus het optiesmenu openen, gaat naar friends, en hij nodigt jou weer uit in de sessie. Oké, dus de gever heeft je nu weer uitgenodigd. De ontvanger, die zit dus in de creator. En die drukt op zijn PlayStation knop. Vervolgens gaat hij naar notifications. En daar staat de uitnodiging voor zijn sessie. Die accepteer je. Dan krijg je deze melding. Deze melding blijf je 2 seconden inzitten. En vervolgens accepteer je die. Nou, dan moeten we even wachten. Dan ga je omhoog en dan kom je weer in de sessie terecht. Wat er dan kan gebeuren is verschillende dingen. Je kan in zijn facility komen. Dus dat je de kleur op de wanden van hem hebt. Maar jouw crew logo staat wel op de vloer. Het kan ook zijn dat je gewoon in je eigen facility komt met je eigen crew logo. Maar dat wel zijn voertuigen dus lopen te glitchen in jouw facility. Nou,
Dat is ja, de ene is het, de ene keer is het de ene manier en de andere keer is het de andere manier. Dat, ja, dat is gewoon met glitchen is dat gewoon zo. Het blijft en het is natuurlijk altijd een beetje ja, verschillend. Oké, okay, je komt in je, nou, in je facility en je ziet de adventure van je vriend staat er. Dus je stapt in. Nou, en als je gewoon instapt in deze adventure, dan kun je dus iets veranderen aan deze adventure. Wat je moet doen is, je ziet ook achter de adventure, zie je de auto's allemaal glitchen en zo. Nou, dat is perfect, dan is de glitch gewoon zeker gelukt. Oké, okay, wat je nou doet is, je doet bijvoorbeeld de armor doe je even veranderen en vervolgens stap je weer uit de adventure. Als je uit de adventure gestapt bent, dan gaan we het volgende doen. Dus we stappen nu uit, exit vehicle workshop. En daar klikken we op. En vervolgens druk ik op driehoekje. En dan komen we weer buiten te staan. Oké. Okay. Dan gaan we de volgende stap doen. We openen ons interactiemenu. We gaan naar style. En we gaan onze kleding veranderen. Waarom doen we dat? Omdat we dit willen saven. Dus we krijgen rechts onderin krijgen we een saving circle. Nou, die hebben we dus gehad. En de volgende stap is. Dan gaan we dus de facility uit. Dus we doen exit facility. Oké. Okay. We komen nu. Zo direct komen we buiten. En als we buiten zijn, dan gaan we dus de adventure gaan we opvragen. Dus we doen ons interactiemenu open. Even kijken. Ja, hier al. Interactiemenu open. En vervolgens gaan we naar services en vragen we de adventure aan. Nou, dan wachten we tot de adventure is gekomen. En als de adventure is gekomen, dan gaan we naar de adventure toe. En vervolgens kan onze vriend, die kan eigenlijk ook de facility uit. En die kan ook zijn adventure opvragen. En als je dat hebt gedaan, dan heb je allebei een modded adventure. Ja, je ziet het. Ik heb nu als ontvanger, heb ik hier die adventure staan. En ik zal ook eventjes de vriend eventjes erbij laten. Dus ik ga eventjes big shout-out trouwens naar Airwolf. Dankjewel. Dat je even geholpen hebt. Oké, okay, even kijken. Nou, hier zie je het. We hebben allebei precies dezelfde adventure. Dus hij is helemaal gelukt. Dit was hem. De modded adventure glitch. Give adventure to friends. Blubberfreak. Out. Hone your skills. Put what you in the danger room.